Welkom allemaal op mijn kanaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben Fleur en ik ga vandaag de 3D Crest Winding Strips reviewen voor jullie. Ik heb ze besteld en dit waren de strips en ze kwamen in dit pakketje. De 3D Crest White Strips Luxe Professional FX heb ik besteld. Removes 14 years of stains. Dus verwijdert 14 jaar aan verkleuring. Ik had hier al vele verhalen over gehoord. En ik had vele filmpjes gekeken op YouTube. Voornamelijk van Amerikaanse bloggers. Want 3D Crest is echt het whiteningsproduct in Amerika. Wat heel bekend is onder de meeste mensen daar. En je ook in heel veel winkels kunt kopen. Alleen in Nederland kennen we dat niet zo. Omdat ik niet echt een filmpje kon vinden in het Nederlands over deze strips, dacht ik, laat ik zelf een filmpje maken. Ik heb ze één keer eerder gehad en ik was eigenlijk heel erg tevreden over het resultaat. Vandaar dat ik ze een tweede keer besteld, want het was een jaar geleden. En mijn tanden waren toch weer wat geler geworden en heb ik een nieuwe kuur gebruikt. De inhoud van zo'n verpakking zijn 20 strips. En ik heb in plaats van een hele kuur, heb ik een halve kuur besteld. Want ik heb toen al voldoende effect gehad en ik wil dat het niet te zwaar voor mijn tanden is. Dus ik heb een halve kuur besteld. En dan krijg je dus 10 strips. Mijn gebit in het algemeen is heel sterk. Ik heb echt gebit van mijn vader. Ik heb nog nooit een gaatje gehad. Ik heb nooit gevoelige tanden of nooit problemen. Ik ga altijd naar controle bij de tandarts en ik ga daar zo weer weg zonder dat ze maar iets gedaan hebben. Maar mijn probleem was wel, ik heb een heel geel gebit. En dat heb ik echt van mijn vader. We hebben een heel sterk gebit, maar het is gewoon heel erg gelig. En ik poets wel goed, maar het is gewoon de kleur van mijn gebit. Dus ik heb hiervoor heb ik een paar keer gebleekt bij een beauty company. Bij de beauty company in Rotterdam, geloof ik. Ja. Ik heb een keer gebleekt bij de tandarts. En bij de beauty company vond ik het probleem dat ik niet echt verschil zag. En bij de tandarts vond ik het echt dat het super duur was. Ik moest er gewoon iets tussen vinden wat en goedkoop was en wel werkte. Dus ik vond dit op YouTube en heel veel mensen waren er enthousiast over. En ik dacht, laat ik het gewoon bestellen. En de eerste keer dat ik het gebruikte, zag ik echt al, na een paar keer gebruiken van die strips, zag ik meteen al resultaat. En ik ben er eigenlijk heel erg enthousiast over geworden. Er zijn wel een aantal voor's en tegens voor deze strip. En dat wil ik dus ook vandaag met jullie gaan bespreken. Nou, dit is dus de verpakking van één zo'n strip. En ik heb er dus 10 van die verpakkingen gekregen. En ik zal jullie laten zien hoe de strip er zelf uitziet. En dan ga ik hem openmaken. Dit is dus één zo'n strip. Ik hoop dat jullie een beetje kunnen zien, maar ik ga straks van dichtbij laten zien hoe het werkt. En je ziet dat er een strip voor de bovenste tanden zit en een strip voor de onderste tanden. En ik ga jullie dus nu laten zien hoe deze werkt. Wat ik als eerst doe, als ik zo'n strip heb, dan vouw ik hem dubbel. En dat doe ik, dat zal ik je straks wel laten zien waarom ik dat doe, maar ik ga hem dus precies dubbel vouwen, zodat de strips gelijk zijn verdeeld. Nou, dit is dus de strip en dan haal ik er me vanaf. Dan begin ik met de bovenste. Het is zo'n plakkertje. En als ik hem dus verwijderd heb, dan plak ik hem op mijn tanden. En dan zet ik waar de streepje waar ik hem heb dubbel gevouwen, dat zet ik tussen de bovenste twee voortanden in. De strip dus net verwijderd. Ik heb het ongeveer een half uurtje laten zitten. En daarna heb ik het er weer afgehaald. Zeg maar dat stripje trek je eraf. En dan blijft er een soort van gelei-achtig spulletje blijft er over in je mond. En dat kan je gewoon wegspoelen met water of mondwater. En dan ga ik nu met jullie bespreken wat ik uiteindelijk van deze strips vind. Nou, een eerste voordeel is dat je de behandeling zelf thuis kan gaan doen. Je hoeft niet naar een tandarts te gaan of niet naar een beauty salon te gaan of wat dan ook. Je krijgt de strips thuis opgestuurd en je kan de strips zelf thuis gaan gebruiken of waar je ook maar wilt. Het is ook maar een half uurtje per dag en dat is afhankelijk van de kuur. 10 of 20 dagen. Ik had een halve kuur, dus dat is 10 dagen. En dat is ongeveer een half uurtje per dag. En je kan zelf ook de tijd van de dag bepalen. Je kan kiezen voor om het elke ochtend te doen. Je kan het kiezen voor om elke avond te doen. Dat is net wat jou persoonlijk uitkomt. Wat nog een voordeel is van deze strips, is dat ze relatief wel goedkoop zijn. Vergeleken met andere bleekbehandelingen. Ga je naar de tandarts voor een bleekbehandeling, ben je al snel tussen rond de 20 en 200 euro kwijt als het niet meer is. En deze strips zijn echt een stuk goedkoper. Ik heb ze op www.3dcrestwhitestrips-store.nl besteld.
En daar kostte geloof ik een hele kuur van deze Professional Effects. Kostte ze iets van 67 euro dacht ik. En een halve kuur kost 37,15 euro. Bovendien kan je met mijn persoonlijke kortingscode FLEUR kun je nog eens 5% korting daarop bovenop krijgen. Dus vergeet deze dan niet in te vullen. Verder voor de mensen die vlekjes op hun tanden hebben. Ik heb er zelf ook eentje. En ik merk wel dat er de strips iets op ligt. Maar dat het in de loop van de tijd weggaat. En ik merk dat het veel mensen een drempel is. Dat dit tegenhoudt om die strips te gaan gebruiken. Als je van die vlekjes hebt. Maar ik heb er verder echt niet echt last van gehad. Behalve op het moment zelf dat je bleekt. Je krijgt in het algemeen een witte resultaat. Dus die vlekjes gaan oplichten. Maar je tanden ook. Dus in principe blijft het gewoon evenredig. Wat ik wel een nadeel vind is een bijwerking van de strips en dat zijn de gevoelige tanden. Na een strip of 3 of 4 ga je echt wel merken aan je tanden dat ze echt gevoelig gaan worden. Ik merkte dit bijvoorbeeld heel erg als ik dan op straat liep en de wind kwam langs en ik was aan het praten. En dan voel ik nog steeds die pijn hoor. Ik ga het morgen ook weer krijgen, dat weet ik zeker. Want ik heb natuurlijk net de laatste strip gebruikt. En je kan het ook bijvoorbeeld krijgen als je warme of koude dranken drinkt. Of je kan van die stroomschokjes krijgen. Dus dat is best wel normaal. Maar hou daar wel rekening mee dat dat kan gaan gebeuren. En wat ik dan bijvoorbeeld doe, ik gebruik extra veel tandpasta. Of ik gebruik de tandpasta van Sensodyne of Parodontax. Speciaal voor gevoelige tanden. Of als het dan echt niet meer gaat, dan neem ik nog wel eens een aspirintje of een paracetamolletje om een beetje die pijn te verlichten. Maar goed, die pijn heb ik alleen maar gemerkt tijdens de behandeling. Want ik heb natuurlijk al een keer eerder gehad deze kuur. En daarna heb ik er eigenlijk niet meer zoveel last van. Maar ik heb hiervoor ook nooit last gehad van gevoelige tanden. Maar mocht je dat nou wel hebben, hou dan alsjeblieft daar rekening mee. En bestel misschien een ander soort kuur of wat dan ook. Of denk extra goed na voordat je gaat bleken als je al een zwakker gebit hebt. Want dan komen we op het volgende nadeel. Het blijft wel een bleekbehandeling. Er zit waterstofperoxide in en het gaat gewoon je tandglazuur aantasten. Dus hou het wel in je achterhoofd. Je hebt maar één gebit en wees er wel zuinig op. En wat je dan ook echt niet moet doen is dat je de strip vaker dan 1 keer per jaar gaat gebruiken. Het effect houdt ongeveer 1 jaar aan, dus je hebt het ook echt niet vaker nodig. Dus wees gewoon blij met wat je hebt. Het kan misschien ook verslavend werken dat mensen denken, oh ik wil nu nog wittere tanden hebben. Maar goed, tenslotte, het effect is echt super goed. Echt, ik heb echt goed verschil gemerkt. Ik heb nu veel wittere tanden dan ik voorheen had. Nou, jullie kunnen de effecten ook straks zien. En dus ik ben eigenlijk overal ben ik heel erg blij met deze kuur. Tanden bleken sowieso niet goed, maar dat moet je maar in je achterhoofd houden. En ik kan er niet anders over zeggen. Ik vind het echt super goed werk. Dan is dit alweer mijn video. Mochten jullie de video leuk vinden, zo ja, duimpjes omhoog. En heb je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, dan kan dat hieronder. En dan zie ik jullie weer in mijn volgende video. Bedankt voor het kijken. Doeg!